Mensen, dames, heren, welkom. Ik hoop dat jullie een en al aandacht zijn, want we gaan een show doen in een heel hoog tempo. Iets wat we normaal heel langzaam doen en wat heel nieuw is in de bouw, dus dit is best bijzonder. Wat we gaan doen, wij zijn ervan overtuigd bij Volker Wessels dat de bouwsector een enorm krachtige motor van positieve verandering kan zijn. Dat prediken we hier al 3 dagen lang. En wat we nu willen doen, dat is iets laten zien van wat een verandering kan zijn om dat voor elkaar te krijgen. Want om die motor voor een positieve verandering te zijn, moeten we iets veranderen. 2 dingen zijn volgens ons heel erg belangrijk. En dat is dat we de opdrachtgever eerder aan tafel krijgen. Welkom aan de jury. Fijn dat jullie op zijn komen draven voor deze workshop. 2e ding, we moeten ideeën van buiten de bouw halen. Ik zal mezelf even kort voorstellen. Ik ben Lars van der Meulen, duurzaamheidsmanager van Volker Wessels. En ik bedenk ideeën op beleidsniveau. Vervolgens komen we snel bij Marianne Davidson uit, een projectontwikkelaar die het kan vertalen naar de daadwerkelijke projecten. En dan zijn we het in het bedrijf zijn we het redelijk snel eens. We hebben 2 partijen hier gevonden die bereid zijn om hun idee te komen pitchen. En nu hopen we dat de jury de ideeën die wij zo goed vinden ook goed vindt. En dan geef ik het woord even aan Marianne. Zeker. Dankjewel Lars. Ik ben al even kort geïntroduceerd. Maar de reden dat wij hier, eigenlijk de pitches die wij hier vandaag het podium geven, komen voort uit prijsvragen. En die doen we wel vaker. We doen prijsvragen bij iCity. We doen prijsvragen bij Sustainable Motion. Een van onze juryleden is daar oprichter van, moet ik zeggen. Ik zal hem zo even verder voorstellen. Want eerst wil ik graag eventjes vertellen wat die prijsvraag inhoudt. En eigenlijk vooral waarom wij die prijsvraag willen beoordelen. Die prijsvraag gaat om innovatieve ideeën van buiten Volker Wessels, waarmee we innovatie beter een plek kunnen geven en kunnen verbinden aan opdrachtgevers. En waar kijken we dan naar? Dat is bruikbaarheid, uiteraard. Hoe het bijdraagt en aansluit op levenskwaliteit. Want bij Volker Wessels willen wij graag bouwen aan een betere levenskwaliteit. We kijken ook naar de business case. Is het haalbaar? Is het eigenlijk wel te realiseren? Originaliteit. Aansprekendheid. Nou, dat is ontzettend subjectief. Dus daarom zitten jullie hier allemaal vandaag om daar ook iets van te vinden. En of het bruikbaar is voor het werkveld van de juryleden. Nou, dan kom ik bij de jury. Welkom, heren. Dankjewel voor het aanwezig zijn. We beginnen met Bob Mantel van de gemeente Amsterdam. En Bob, zou jij in 1 zin kunnen zeggen wat levenskwaliteit voor jou betekent? Jezus. 1 zin. Nou, persoonlijk vind ik het heel belangrijk voor mij en mijn gezin. En streef ernaar op verschillende manieren. En vanuit mijn vak denk ik, hoe kan de overheid bijdragen in het stellen van de juiste vraag voor levenskwaliteit aan de markt? Dus in tenders en dat soort dingen. En ook naar onze eigen organisatie, hoe organiseren wij levenskwaliteit in onze organisatie, dus werkkwaliteit? Nou, dat doen we niet zo best. Dus we hebben wel de bouw nodig om tot betere klimaatbeheersing te komen en dat soort dingen. Zo in het heel kort hoe ik dat ervaar. Dankjewel Bob, dat was bijna 1 zin. Peter van der Wee, directeur van MJ Omen en tevens innovatiemanager van de infratak van Volker Wessels. Peter, mag ik jou dezelfde vraag stellen? Ik zal hem proberen te beperken tot 1 zin en puur vakinhoudelijk bekijken. Wij als bedrijf, onze producten en diensten moeten van waarde zijn voor onze klanten. Op ecologisch en sociaal vlak. En op die manier zijn wij van mening dat wij bijdragen aan levenskwaliteit van onze gebruikers, onze burgers, onszelf. Dankjewel, leuk dat je er bent. De volgende jurylid is Vincent van Velsen van Sustainable Motion. Ik zal even naar beneden komen. Vincent, hoe denk jij dat levenskwaliteit en dat de pitches vandaag moeten bijdragen aan levenskwaliteit? Ik vind het een lastig begrip, levenskwaliteit, heel breed. Ik heb ook met Lars daar uren over geboomd toen ze Volker Wessels meedeed met onze Sustainable Business Challenge. Maar ik denk dat het voor ons ook, wij werken veel met jong talent die dan over dat soort vraagstukken nadenkt. Ik denk dat het vooral gaat over de balans en voor de toekomst. En dat is ook weer heel breed. Maar dat is denk ik voor ons het belangrijkste, om die balans te zoeken. Dankjewel, de balans zoeken. Ons 4e jurylid is Harry van der Pol
van Rijkswaterstaat. Moet ik de vraag nog stellen? Wat is levenskwaliteit voor jou, Harry? Als duurzaamheidsmanager van Rijkswaterstaat geldt voor ons dat wij al 219 jaar vormgever zijn van de fysieke leefomgeving. En wij hebben sinds afgelopen zomer voor het eerst in 219 jaar een kerntaak gekregen die belangrijker is dan droge voeten. En dat is de zorg voor de duurzame leefomgeving, want dat is ons fundament. En dat is voor mij levenskwaliteit. Dankjewel. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Lars om onze innovatieve pitches te introduceren. Fantastisch. Nou, we hebben nu de opdrachtgevers, regelgevers en partijen waarmee we kunnen samenwerken in een paar minuten aan tafel gekregen. We hebben in een paar minuten hun definitie van levenskwaliteit op tafel gekregen. Dat is een proces dat normaal maanden tot jaren duurt als het al gebeurt. Nu wil ik jullie voorstellen aan twee mensen die pitches gaan geven. Ik begin met 5D Solutions. Jullie mogen naar voren komen. Zij gaan in maximaal 2 minuten hun idee van buiten de bouwsector pitchen. Welkom. Ik geef de microfoon af voor 2 minuten. Zet hem op. Dat is heel kort, maar we hebben een samenvatting gemaakt en hopen dat het overkomt bij jullie. Paul, neem jij even de paneel ook even erbij? We hebben ons product meegenomen omdat we geloven dat dat boekdelen spreekt. Dus Paul pakt hem nu even erbij. En dat is ons plantpaneel. En daar ga ik er wat over vertellen. Mijn naam is Sarah en ik ben hier dus samen met Paul van Hedel, de man achter 5D Solutions en de uitvinder van Green Window. Het meest innovatieve product voor de bouwsector. Een product waar de wereld en de mensheid en eigenlijk alles wat leeft om vraagt. Groene steden en schone lucht. De plantpanelen van Green Window vangen 365 dagen per jaar fijnstof op en zetten CO2 om in zuurstof. Zoals u kunt zien zijn onze plantpanelen in een handig hanteerbaar formaat van 1,50 meter bij 40 centimeter. Daarmee hebben we een modulair systeem bedacht dat voor korte of langere perioden eenvoudig kan worden opgehangen aan woningen, kantoorgebouwen, bouwhekken, gevels, balkons, schuttingen, langs spoorwegen, snelwegen en ook op daken. Achter onze plantpanelen bevinden zich slimme sensoren en een automatisch irrigatiesysteem. Daarmee houden ze zichzelf in vorm en vergen daarom een minimale verzorging. Beste mensen, dat wil zeggen dat we nu beschikken over een modulaire oplossing die kan worden ingezet tegen fijn en ultrafijnstof, CO2-reductie, opwarming van de stad, geluiddemping, bescherming en isolatie van gevels en verhogen wij de biodiversiteit. Green Window is een feest voor het oog in iedere betonnen jungle. Heeft een concurrerende prijs en kan tegen de prijs van steenstrips en elke andere vorm van vergevelbekleding geleverd worden. Mooie oplossingen worden sneller geaccepteerd. Help ons mee om de wereld gezond te maken. Let there be air. www.greenwindow.nl. Ik wil Volker Wessels bedanken dat wij hier mochten staan. Dankjewel. Fantastisch, binnen 2 minuten doen jullie beter dan de jury. Dus jullie hebben al punten verdiend. Wie uit het publiek wil er heel graag een vraag hierover stellen? Was iemand? Niemand? Dan mag iemand uit de jury een vraag stellen. Ja, ik had één kleine vraag. Ik ben heel erg onder indruk van producerende oppervlakte. PV, dit soort dingen. En ik ben op zoek naar zoveel mogelijk meerwaarde per vierkante meter. Dus ik vroeg me af, de type vegetatie, is die heel erg breed? Of beperkt die zich tot een aantal type vegetaties die het overleven? Ik neem hem even. De planten die wij dus gebruiken, gaat Paul even wat meer over vertellen. Ik was al enthousiast. Want dat is namelijk ook het bijzondere aan ons product. Biodiversiteit, dat is een hele goeie. Levenskwaliteit is voor mij biodiversiteit. En ook ecosystemen. Ik heb plantwanden gebouwd met allerlei diverse planten erin. Hoe groter ik ze ging maken, hoe meer onderhoud er was. En ze waren onbetaalbaar, die dingen, qua onderhoud, alleen al. Tot ik een plant tegenkwam die zo hard was en 365 dagen per jaar groen was, en ook bloemetjes gaf ook, afgelopen winter tot een ijspegel is bevroren,
Want ze kunnen tot min 30 graden gaan. En dus nul onderhoud hebben en niet doodgaan. En ik ben heel goed in het leven houden van planten. Maar zo makkelijk als met deze heb ik het nog nooit gehad. De uitdaging was wel om ze heel dun te houden en hanteerbaar. Om iets elke omgeving heel snel te kunnen vergroenen. Maar het eventueel ook weer weg te kunnen halen. Bouwhekken is mooi. En dat is gelukt. Dankjewel. Schitterend verhaal. Mensen, voor iedereen in de zaal, 5 Disillusioned. Jullie komen zo nog even terug. Wil ik graag het woord geven? Ja. Wil ik graag het woord geven aan Octo? Dick, succes. Ja, dankjewel. Ja. Momenteel denken mensen vaak na over hun gebouwen. Wij helpen met Octo om gebouwen na te laten denken over de mensen. Goedendag, ik ben Dirk Huibers, een van de medeoprichters van Octo. En wij optimaliseren gebouwen aan de hand van data. Dit doen wij van sensoren tot software. Van liften tot houtonderhoud tot legionella preventie. En over die laatste ga ik iets vertellen vandaag. Wat wij hebben ontwikkeld is een sensor die je op een leiding kan klikken. Daar hebben we een stukje patenteerbare algoritmes op ontwikkeld. En die vertellen meteen het legionella risico van die leiding op dat moment. Een conciërge van een verzorgingstehuis op dit moment loopt de hele dag te controleren welke leidingen wel of niet zijn doorgespoeld. En op het moment dat een leiding, als iemand bijvoorbeeld naar een ziekenhuis gaat, een oudere persoon, dan kan zo'n leiding wel eens 2-3 weken stilstaan. Dan vormen de bacteriën en vormt dat een gezondheidsrisico voor als die persoon weer terugkomt. Wat wij doen, wij herkennen dat die leiding 2-3 weken heeft stilgestaan. Of in ieder geval na een week herkennen we al dat die leiding heeft stilgestaan. Sturen we een app naar de conciërge en die hoeft alleen maar langs te lopen bij die appartementen waar daadwerkelijk een legionella risico tot stand komt. Op dit moment voor een klein verzorgingstehuis is dat ongeveer een halve FTE. En wij kunnen die terugbrengen naar maximaal 1 dag in de week dat hij al zijn legionella kan uitspoelen door zijn systeem heen. Omdat hij veel gerichter kan zoeken. En tegelijkertijd hebben we alle rapportages voor de GGZ, voor alle overheidsinstanties, paraat. Nou, daarvoor hebben we vorig jaar een aantal prijzen gewonnen. Onder de innovatieve leiders, uitgeroepen door JLL, de Groene Baksteen. En we zijn altijd op zoek naar meerdere partijen die de wereld gezonder willen maken en legionella willen voorkomen. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, kom vooral even met mij praten. Dankjewel. Dankjewel. Mooi, binnen 2 minuten. Je mag ook even gaan zitten. Iemand uit het publiek die snel een vraag wil stellen? Ah, daar is er één. Dan mag je toch even terugkomen. Ja. Hoeveel kost 1 zo'n sensor? Goeie, hele Nederlandse vraag natuurlijk. Dat is een goede vraag. We zetten nu verkoopprijs, productieprijs, natuurlijk een verschil. Verkoopprijs onder de 50 euro. Wil je daar nog op reageren? Ja, natuurlijk heel veel leidingen, dus dan is 50 euro nog best wel duur. Als je dit massa gaat produceren, wat verwacht je dat dan, wat de prijs is? Hoeveel wil je er kopen? Oh, nou ja. Gewoon verwachting, ik heb geen idee. Ja, dat daalt de prijs natuurlijk. Oké, een groot verzorgingstehuis, jullie doelgroep? Ja, dan laten we eerst maar eens even een offerte uitbrengen en dan kom ik er wel op terug. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Nou, tijd voor vragen van de jury. Wie wil er als eerste reageren op 5D Solutions? Ja, ik heb al even een vraag. Als je iets zegt over het beheersen van gezondheidsrisico's, hè, want dat doe je uiteindelijk met deze sensor, is er dan een validatietraject, ligt dat daaraan te grondslag? En de vraag, als dat zo is, hoe ver ben je in dat traject? Oh, sorry. Dan toch maar voor jou. Misschien is het handig als je gewoon even op het podium komt. Validatietrajecten, goeie vraag. Waar doe je precies op? Welke soort validatie? Nou goed, uiteindelijk doe je een uitspraak over de gezondheidsrisico's ten aanzien van legionella in een leidingssysteem. Ja, ja. En in hoeverre is jullie data betrouwbaar en daarmee dus gevalideerd en breed inzetbaar? Ja, dat is een hele goede vraag. De temperatuursensoren, dat is eigenlijk een stukje patent waar we nu mee bezig zijn. Dus wij brengen die sensor, eigenlijk een clip-on sensor. En de manier hoe we hem erop brengen, die maakt een hele stevige connectie met de buitenkant. En daardoor kunnen we heel zeker die temperatuur inschatten. We zijn nu bezig met de certificaten voor Nederland en voor Amerika om deze validaties te voldoen. Okay. Dus daar zijn we nu in het proces daarvan. Ja.
En wat heb je nog nodig om het uiteindelijk breed te vermarkten? We hebben op dit moment, schaal is één ding wat we nodig hebben. Dus echt afzet. Wat wij nodig hebben is om die dingen in productie te nemen. Dan moeten wij van tevoren eigenlijk afzet hebben waarmee we de eerste productiebatch kunnen financieren. Nou, we zijn nu met verschillende ziekenhuizen in gesprek om dat op te gaan nemen. Maar we zijn altijd op zoek naar meer partijen die daarin mee willen gaan. Want dan kunnen wij dat volume maken. Wie zijn jouw concurrenten? Er zijn concurrenten op de markt die ook sensoren maken die de temperatuur uitlezen. De grootste verschil wat wij doen is dat wij een retrofit kunnen doen. Dus heel makkelijk nadien aanbrengen. En dat we de datacollectie via LoRa doen. En niet via de lokale IT-systemen. Wat voor een verzorgingstehuis, een ziekenhuis, ja, echt een no-go is om daar op het lokale IT-netwerk te komen. Ik ga even de microfoon van je stelen. Want de tijd vliegt als je het over interessante zaken hebt, zoals sensoring of groene wanden. Wat ik graag aan de jury zou willen vragen is om na te denken over de criteria die we hebben genoemd. Dus bruikbaarheid, de business case, levenskwaliteit. En dan zou ik graag jullie het woord willen geven. Zien jullie mogelijkheden om aan de slag te gaan met deze innovaties? Wat voor Rijkswaterstaat geldt, is dat wij op de gezondheidssensor, we hebben momenteel niet zo heel veel verzorgingstehuizen. Dus die vind ik lastig voor mijn eigen werk. De andere, de plantenbakken aan de muur, daar zie ik heel veel esthetische kansen. Op plekken waar nog iets moet groeien, waar het in eerste instantie nog lelijk is, of op plekken waar je vaak nog lelijk beton of lelijk ruw materiaal ziet. Dus voor toepasbaarheid in mijn eigen werk zie ik de plantenbak wel zitten. Kijk, op sensoringgebied en temperatuur kon ik zo snel nog niet bedenken waar in mijn netwerk ik dat kwijt kan. Maar ik denk dat je qua business case genoeg gebouwen in Nederland hebt waar je product kwijt kunt. En jury, zien jullie voor 5D mogelijkheden om dit toe te passen? Ik zal als representant van de bouwers wil ik graag wat zeggen. Ik zie zeker mogelijkheden. We praten over het creëren van een betere levenskwaliteit, de verduurzaming van de verstedelijking en de stedelijke omgeving. Ik zou zeker met je willen verder praten ten aanzien van het opschaalbaarheid en de inzet van je systemen. Want uiteindelijk ligt het absoluut in lijn met wat wij als bouwer beogen om een bijdrage te leveren aan de binnenstedelijke gebieden. Dus zeker interessant om over door te praten. Nou, dat is hartstikke mooi. Er is al één intentie uitgesproken om door te praten. Je ziet hoe snel de tijd gaat als je het over interessante zaken hebt, maar ook dat het toch wel dat je toch wat meer achtergrondinformatie moet hebben voordat je echt aan de slag kunt gaan met dit soort innovaties. Dus ik zou graag de jury, de innovaties, maar ook het publiek uit willen nodigen om naar onze stand te gaan bij Fokke Wessels. Die is aan de overkant. En om door te praten over deze innovaties, want helaas lopen we uit de tijd. Ik zou graag de jury hartelijk willen bedanken voor jullie aanwezigheid. En uiteraard Sarah, Dirk en Paul. Heel erg bedankt voor het pitchen. Hartstikke leuk. En ik hoop dat jullie vandaag met wat concrete leads naar huis gaan. Dankjewel.